Goeiedag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Afgelopen nacht zijn verschillende buien over het land getrokken. De meeste hebben het land inmiddels wel verlaten. In de loop van de ochtend wordt het overal droog en vanuit het westen breekt steeds vaker de zon door. Vanmiddag hebben we ook zonnige perioden, maar later in de middag komen er weer een aantal buien het land binnen zetten. Het wordt zo'n 14 tot 18 graden, maar er waait wel een stevige zuidwestenwind. Die is boven land matig of vrij krachtig en aan de westkust hard, windkracht 4 tot 7. Ook vanavond is het wisselend bewolkt met nog vooral in de oostelijke helft van het land een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgen wordt het een stuk rustiger weer. Het is ook overal droog en de zon schijnt flink. Ook de wind is behoorlijk afgenomen. Hij is westelijk van richting en matig kracht 3 of 4. Het wordt daarbij 15 tot 19 graden, al een stukje warmer dan vandaag. Maandag wordt het nog warmer, dan wordt het 18 tot 23 graden en misschien plaatselijk nog wel wat warmer bij volop zon en een matige zuidenwind. Dinsdag wordt de warmte alweer verdreven. In het oosten kan het nog 20 graden worden. In het westen blijft het kwik steken bij een graad of 19. Woensdag is het licht, licht wisselvallig. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.